Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. We zijn nog steeds een beetje in de stress, want we moeten zo snel mogelijk hier op deze toren zien te klimmen. We worden ondertussen allemaal beschoten door weet ik veel wat. Allemaal vuurkogels, je ziet ze. Even kijken. Ja, ze komen eigenlijk... Wow. Dat scheelde niet veel. Die was heel dichtbij. Dat is wel fijn, want dan is er ook toevallig hier een gat. Daar hoeven we niet naar binnen, maar wat we wel kunnen doen is naar links. Geen idee waar al die vuurballen vandaan komen, maar ik heb een beetje het idee dat het door het onsterfelijke leger wordt geschoten. En die zie je inderdaad hier allemaal onder ons lopen. Man, als wij die ooit allemaal moeten gaan bevechten, dan zijn we de pineut. Oh, wat een gast. Wat? We zijn blijkbaar niet de enige die dit aan het beklimmen zijn. En daar komen er nog meer aan. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat zij ons straks niet aanvallen? Oké, blijkbaar zo. Dat werd ons een stukje makkelijker gemaakt. Daar stond wel iemand, daar op die richel. Oh, blijven slaan. Oh, serieus? Oké. Blijkbaar wel. Wow, even vasthouden en naar rechts maar. Voordat we worden overdonderd met van die stenen. En we waren gelukkig net op tijd, want zoals jullie konden zien viel dat net naar beneden. Iedereen wordt hier naar beneden geschoten. Dat is denk ik door Trinity. Die staan inderdaad hier rechts van ons. Iedereen te beschieten, maar het ziet dat onsterfelijke leger... Oh, wat gaan we doen? Oké, blijkbaar dekking zoeken. We moeten naar links, maar het onsterfelijke leger is toch ook wel aan het winnen. Hier naar links. Snel naar boven. Wow, wat? Oké, dat was even improvisatie om snel naar links te springen. Dat ging gelukkig net goed. Hier een double jump. Het klimmen wordt wel echt een stukje lastiger. Zo moeilijk hebben we het zeker nog niet gehad. En het zal ook echt niet raar zijn als we nog een paar keer gaan vallen. Voor wat wil hij dat we doen? Oh, wat? Ze is helemaal gek. Oh no. Ja, schop hem maar weg. Wat? Hoe moeilijk is het hiermee om een headshot te schieten? Oh man. Oké, dat duurde even voordat we hem eindelijk los hadden. En we zijn boven. Wow, oké, dat is wel handig. Hopelijk kunnen ze goed richten. Laten we ons wapen even bijpakken die we tot nu toe aardig veel gebruiken. Viel die net goed? Volgens mij wel. Oh, die was mis. En tijd om te gaan. Wow, we zijn nog niet klaar zo te zien. Juist. Even snelle reload. Was niet echt bepaald snel. Laten we die dan pakken. Die gaan wel een stukje sneller. Oh my god. Hier komen nog gasten met schilden aan. Daar, die konden echt wel snel uitschakelen. Juist. Deze nog even. Het schudt echt hier als gek. Oh wacht. Daar, hij staat gewoon bij een explosief. Daar kunnen we wel zeker gebruik van maken. En iedereen is neer. Oh nee, wacht. Nog niet iedereen is neer. Dat dacht ik. Juist. Je moet echt voor die headshots gaan. Anders gaat het er niet worden in deze game. Want ze hebben allemaal best wel dikke panzers aan. En dan moet je echt heel veel schieten. Maar gelukkig op het moment dat je headshot schiet, bij deze gast tenminste, heb je ze wel in één keer neer. Moeten we hier doorheen? Nee, dat leek me ook niet. Oké. Wow, gek.
Hoe gaan we dit regelen? Oké, zij werden gelukkig neergeschoten. Die wilde ik raken. Eindelijk. Okay, even dekking zoeken. Dat was headshot. Even snelle reload. En die gast er even in de... Helemaal achter. Hij is neer. Oké, laten we even ons... Hunter rifle pakken. We moeten iedereen wel even looten. Want we, anders krijgen we echt het probleem dat we te weinig ammunition hebben. Hopelijk kunnen we die hier even krijgen. Dat zag er redelijk goed uit. Oh, we zijn blijkbaar nog niet klaar. Wat? Waarom schiet hij niet? Oké, ik dacht al. Dit is een soort van sniperachtig iets. Die werkt toch wel heel goed. Juist. Oké, steady. Kunnen we zo die gast op zijn hoofd schieten? Dat zou echt ideaal zijn. Oké, hij gaat hier langs dat vuur nog even wachten. Nu is wel goed, denk ik. Oh, are you serious? Hoe gaan we deze dude uitschakelen? Dit lijkt niet echt te werken. Laten we even wat vuur pakken. Kijken of dat werkt. Wat? Dan loopt hij gewoon doorheen. Als een of andere vent die het helemaal niks boeit. Boeit hem ook serieus niks. Normaal heb ik niet zoveel moeite met deze gasten. Maar dan heb ik ook explosieven. Kunnen we doorheen beuken? Wat, deze gast is echt sterk. Laten we even kijken of we hem naar deze explosieven kunnen sturen op de een of andere manier. Nee, we hebben hier ook niks meer. Kunnen we hem niet in de voeten schieten? Of we langs springen? Nee, draait me meteen mee. Oké, gelukkig. Je moet gewoon op het goede moment schieten. Dat is het. En weten we dat voor de volgende keer. Er komen blijkbaar wel meer gasten aan. Maar die werden net op het goede moment gebombardeerd. Dank je, Sophia. Even wat ammo pakken. Hier zijn nog wat pijlen. Explosieve pijlen. Dat is al helemaal handig. Eentje maar. Dat is wel jammer. Maar alle beetjes helpen in het stadium. Even deze gasten allemaal looten. Want dan krijgen we weer goede spulletjes van. En dan is het tijd om door te gaan. Hier denk ik een goede jump. En hier kunnen we weer een kamp maken. Laten we dat even doen. Volgens mij hebben we ook aardig wat X-points gekregen. Ja, we zijn inderdaad een level omhoog gaan in de tussentijd. Dus we kunnen nog even wat upgraden. Bijvoorbeeld deze. Is dat handig? Misschien wel. Ik weet niet of we het heel veel kunnen gaan gebruiken. Dat is dat. Oh wacht, we kunnen ook een wapen upgraden. Dat is wel handig als we... Laten we dat even kijken. Dat had ik even niet de eerste keer gezien. Maar waar is mijn muis? Oh hier. Soms zie ik hem echt even niet hoor. Wat kunnen we upgraden? Want welke gebruiken we vaak? We gebruiken deze bijvoorbeeld de laatste keer best vaak. Een snellere laadsnelheid. Dat is wel echt handig. Oké, dat was goed. Dan is het weer tijd om door te gaan, denk ik. Walkie-talkie hebben we niet echt nodig. Wat we wel voor nodig hebben is een goede sprong. Hierin haken en dan... Allihop! Oké, goed. We zitten vast. Volgens mij moeten we naar links. Dus laten we daar naartoe gaan. Hier een grote sprong weer. En dan kunnen we weer vasthaken. En dan hier met de double jump denk ik naar boven. Hop. Hop. Oké, heel goed. Rustig naar boven klimmen. Grote sprong weer. En we zijn los. Het ziet eruit dat hier nog wel een gevecht gaat plaatsvinden aan de opstelling te zien. Oké, hier gaan we. Waar komen ze vandaan? Ik verwacht namelijk dat hier wel soldaten komen. Kunnen ze op de een of andere manier beschieten? Nee, dat gaat het denk ik niet worden. Wat? Oké, wat zei ze? Wow. Are you mad? Oké, dus de vuurbal die in de lucht gaat. Hier gaan we. Was dat voldoende? Hoop het wel, ik weet niet waar die naartoe is. Ik kan hem namelijk niet meer zien. Ah, ik denk dat hij gewoon vandoor is. Oké, maar zij zijn blijkbaar nog niet klaar. Wat? Oké, hij was wel neer, gelukkig. Hij ook. Waar komen ze nog meer allemaal vandaan? Oh, hier dus.
Oh, dit wapen is zo relaxed. En ook echt sterk. Oh, wacht, er komen ook van die andere soldaten. Volgens mij sta ik hier niet goed, want ik word van een rare kant beschoten over gewoon achter me. Laten we hem even uitschakelen. Waar word ik nou weer van beschoten? Oké, dit is blijkbaar een trap hier. Wel lastig om ze nu zo om de beurt te bevechten, te verslaan. Deze gast komt nu naar me toe. Die zijn altijd echt sterk. Maar we kunnen ze zo wel uitschakelen van dichtbij. Helemaal goed. Nu word ik weer hier vandaan beschoten. Oh, even reload. Oké, die is neer. Komen er nog mensen van de trap? Oh, moet er nog een keer? Ik denk het namelijk wel. What? Oh, wat? We moeten. Oké, we moeten dekking zien te zoeken. Even snel healen. En op het moment dat die vuurballen weer komen, dan is het tijd om weg te gaan. Oké, hier gaat het signaal weer. Juist. Wat? En er komt weer meteen versterking. Waar komen ze vandaan? Oké, hier staan nog twee gasten. Dat was één. Die was mis. Die was zeker raak. Komen hier nog mensen de trap op? Want daar kwamen ze vorige keer, maar de hele tijd in de rug aanvallen. Hier gaat iemand blijkbaar boven. Oh, er ligt een explosief bij mijn voeten. Helemaal goed. Oké, volgens mij liep er iemand deze kant op. Of heb ik dat fout gezien? Oh, hier achter me. Juist. Oké, die is neer. Waar word ik nou weer van beschoten? Hier is in ieder geval weer een paar. Misschien dat ik even hier rechts om ga. En dan kan ik bijvoorbeeld hier weer omhoog. Ja, ze zitten allemaal beneden. Oh, hij laat nu wel lekker snel. Dat maakt het wel ietsje makkelijker. Weer? Man, houdt dat ding dan nooit op? Oké, weer tijd om inderdaad een dekking te zoeken. Oh, we moeten weer even uithouden totdat ze eindelijk dat schot kunnen vuren. Tot nu toe gaat het nog redelijk goed en we zitten hier wel steady. Oh, nu komen explosieven, dan moeten we weg zijn. Oké, dus je hoort dat locksysteem met die piepjes. Ja, dus nu gaat hij weer schieten. Oké. Ik heb het signaal gegeven. Is dat eindelijk voldoende? Ja, voor mij wel. Oké, goed. Oh, die helikopter was de hele tijd zo super vervelend. Oh, wacht, we zijn nog niet klaar. Iets te vroeg gejuicht. Wat hebben we hier? Allemaal soldaten. Hopelijk hebben ze ons niet gezien. Kan ik me eigenlijk bijna niet voorstellen. Maar volgens mij hebben ze ons niet gezien. Ze lopen er in ieder geval nog redelijk relaxed bij. Maar we moeten deze blijkbaar wel gaan uitschakelen. We zouden ze van bovenaf kunnen uitschakelen. Maar dan moeten we dus ervoor zorgen dat de rest niet gezien kan worden. Oké, die is neer. Even weer dekking zoeken. Waar is de rest? Want ik zou ook van bovenaf iemand moeten kunnen killen. Dat is me echter nog niet gelukt. Waar ging die fan nou heen? Het is hier ook super mistig. Oh, die was wel lekker hoor. Oké, laten we zo doorgaan. Als het goed is waren er nog twee. Daar staat er eentje en daar staat er eentje.
Steady, steady. Oké, okay, helemaal goed. Wel gaaf hoor. Ze zo van super erge actie met die helikopter. Opeens overgaan in weer hele stealth missies. Dat is toch wel echt heel bijzonder gedaan, vind ik. Oké, het ziet er nou uit dat we hier nieuwe manschap hebben. Oké, deze man hebben we neergehaald. Hier stond er nog eentje. Ben ik gezien? Ja, ik ben wel gezien. Soms zijn ze echt heel sterk. Wow, waar ging zijn lichaam naartoe? Oké, vind een uitgang. Dat is de bedoeling. Waar is die? Oké, dat is niet zo moeilijk. Blijkbaar hier gewoon. Hebben we hier nog andere dingen die we over het hoofd hebben gezien? Oh no! Daar is Valentijn. We hebben onze boog zijn we kwijtgeraakt. Wat? Hij begint ook meteen volle bak te vuren. Hoe willen we dit gaan doen? Oh, we kunnen blijkbaar ook echt niet meer aanvallen. Wat? Laten we even bommen maken. Oh no. Even kijken of we nog meer bommen kunnen maken. Want er ligt hier van alles. Kunnen we hem van boven aanvallen misschien? Juist. Oké, we hebben hem één keer geraakt. Maar blijkbaar is hij niet in één keer te killen. En moeten we dit dus vaker doen. Oh, hij schiet al die torens kapot. Dat is wel jammer. Die kunnen we dus nu niet meer gebruiken. Laten we even zo'n dingetje oppakken. Hebben we hem nou opgepakt? Nee, duidelijk niet. Nee. Oh, zijn we nou neer? Wow, hij schiet ons echt supersnel neer. Oké, daar gaan we weer. Net was even iets raars. Op de een of andere manier verdween hij gewoon. Op het moment dat ik met hem aan het vechten was. Nadat ik hem één keer had aangevallen. En dus ik kon hem gewoon niet meer killen. Dus ik heb even het spel opnieuw opgestart. Hopelijk heeft dat geholpen. Maar wel een beetje raar hoor. Dat is natuurlijk best wel een belangrijk onderdeel van het spel. En dan doet hij het opeens niet. Oké, deze kunnen we op deze manier uitschakelen. Dit gaat meestal wel goed. Vanaf hier wordt het al ietsje lastiger. Want hij schiet nu die dingen kapot waar we op kunnen springen. Dus dat is lastig. Wat we nu kunnen doen is deze rookbommen pakken. En vervolgens die op hem proberen te gooien. En dan vanuit hier proberen hem uit te schakelen. Oh wacht, ik heb er helemaal niks van gemaakt. Ik moet er natuurlijk een bom van maken. Laten we kijken of we nog ergens anders eentje kunnen vinden. Hebben we eentje opgepakt? Ja. Oké, heel goed. Waar is hij nou? Oké, hij leeft nog wel gewoon. Oh, hij heeft me weer gezien. Hij ziet me echt super snel. Je moet niet met hem spotten. Wat? Oh, snel healen. Oké, ik was er bijna neer. Dit is niet zo handig in die middelste ring. Heb ik nou mijn bommetje nog? Nee, die ben ik ondertussen ook kwijtgeraakt. Even de andere kant op. Ik heb even van die bommetjes nodig. Waar liggen die? Oké, hier ligt er eentje. Laat ik hier eentje mee maken. Hij is daarachter, hè? Ja. Oké, goed. Ja, nu kan ik hem weer aanvallen. Is dit voldoende? Oh, ontwijken. Gekke mesbattle. Oh, wacht. Je moet gewoon C sowieso gebruiken om te ontwijken. Oh, deze boss battle is best wel moeilijk. Ik weet niet. Het was me niet duidelijk dat ik weer op C moest drukken. Maar als ik er zo over terugdenk is best wel logisch. Maar ik was aan het wachten tot ik eindelijk weer een keer wat moest doen. Maar hier gaan we nog een keer. Dus C ontwijken. Nog een keer ontwijken. Wow, wat? Wat willen ze nou dat ik doe? Oké, dus we moeten eerst snel ontwijken. En vervolgens snel op F drukken. Oh, sick. Oké. Nice. Hebben we hem nu? We hebben in ieder geval onze pijn en boog weer terug. Dat is goed. En hij ziet er niet echt uit alsof hij in al te beste staat is. It's not my destiny. I was meant for greatness.
This was never your destiny. Your sister let you believe that. I did all of this. Walk away from me. Wait! Trinity killed your father. No, you're lying. He begged for his life. And when that failed, he begged for yours. You're wrong. Shut up. Just shut up. Gaan we hem killen? He was apathetic. Als hij ervoor heeft gezorgd dat hij onze vader heeft gekild, dan is dat misschien wel de moeite waard. Tenminste. Dat zou ik wel een eerlijke trade vinden. Laten we naar boven gaan. Betreed de kamer der zielen. Wow, deze missie is echt intens. Ik heb het idee dat dit al een beetje het einde begint te worden. Maar we zullen zien. Sorry als dit een wat langere aflevering wordt dan normaal. Ik ga in ieder geval mijn best doen om het kort en krachtig te houden. Anna, stop! Your men are defeated. Your brother is dead. No! That's what Trinity has wrought. Death. And that's all they'll ever bring. Give this up. I gave up everything for this. I have no intention of giving it to Trinity. What about your father? You're dooming him to be mocked by history. How can you let this go? When you're so close? I'm willing to make that sacrifice. I can't let you take it. Think of the millions suffering and dying. We can save them. We can change the world together. The cost is too high, Anna. We aren't meant to live forever. Death is a part of life. That's easy for you to say. You're not the one who's dying. But this isn't about you. This is about humanity, about protecting what it means to be human. They're coming! We're surrounded! Jacob, look out! The sword is not meant for the world! This is your chance, Lara. Everything I've done, everything you've done. Another Croft doesn't have to die for this. But I'm willing to. Well, I'm not. Please. I'm dying. This is my only hope. Anna, no! Jacob, hold on. I've held on for too long already. You knew I'd destroy it. In all my years, I've met few as extraordinary as you. It's finally happening. My ending. I'm sorry. All I wanted was to make a difference. You already have. You already have.
dearest Lara. I often think about how my father would turn over in his grave if he knew the shame I had brought upon our family's name. Croft, what does it even mean? I just hope you can make your own mark on this world someday. Remember that the extraordinary is in what we do, not who we are. Destroying the source was the right thing to do. I still feel like I let him down. I think you would have made the same choice. Come on. You've got a plane to catch. I listened to his last tape 1,000 times, but it's as if I was hearing my father's words only now, for the first time. It doesn't matter what choices he would have made, I have to make my own. The myth of Katesh was real. There are secrets out there that can change the world. I need to find them, not for my father, not for anyone else. Trinity is still out there, and they're more powerful than I ever imagined. I can stop them. I can make a difference. I can make the right difference. Anna. You said another Croft doesn't have to die for this. What did you mean by that? You killed my father, didn't you? Trinity ordered his execution. I couldn't do it. You're lying! I loved him. No! It's done. Good. What about Croft? No. Not yet. Woo! Okay, dat was Rise of the Tomb Raider. Man, wel gaaf afgesloten. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ze het kapot zou maken, totdat ze daar zo stond. En toen dacht ik, oh jee, het gaat gebeuren. Ik wil jullie in ieder geval allemaal super erg bedanken voor het kijken naar al mijn video's op mijn kanaal. En voor degene zeker die deze serie hebben gevonden. Ik vond het een hele gave serie om te spelen. Heb er ook lang naar uitgekeken en kijk nu alweer uit naar de volgende serie die van Rise of the Tomb Raider gaat uitkomen. Ik wil jullie allemaal super erg bedanken voor al jullie support. Jullie zijn geweldig. Laat me natuurlijk weten wat jullie van deze serie vonden. En daarbij, nu is het spel afgelopen, dus we moeten ook weer aan de slag natuurlijk met een nieuw spel. Dus laat me weten wat jullie graag willen zien nog op mijn kanaal. Jullie zijn echt de beste. Super bedankt voor jullie support. Daardoor zal ik altijd door blijven gaan. En ik zie jullie graag allemaal in volgende series weer.